Suriname is een Bromtjidjari rijker. Op maandag 17 februari vond de officiële ingebruikname plaats van de zonnebloem Bromtjidjari te OS Dijkveld. De kinderen van Dijkveld en Toetlivo mochten die dag meemaken wat het betekent om te participeren aan een Bromtjidjari. Ik ben hier komen spelen, kom kijken wat er is. Ik heb gebokst, ik heb gedronken, gegeten en gedanst. En het was leuk. Ja, man, goed gedaan. Ik vind het leuk. Ik ben hier gekomen om een beetje te genieten ook. En ja, het is leuk. We waren in de trampoline waar we gaan dansen en dan waren we bezig gevechten. Ik vond alles zo leuk en ik kan komen spelen en leuke dingen doen met de school. Weet ik wel ook genoten van die dag. Wat ik heb gehad. Nou, vandaag gaan ze een zonnebloem maken van recyclemateriaal. Dus van flessen, petflessen. Gaan we dus reepjes knippen. En daarvan gaan we dus een zonnebloem vervaardigen. Want deze groep die heet dus de zonnebloem. Dus het allereerste wat we gaan maken met de kinderen is dus de zonnebloem. Dit project is geadopteerd door Staatsolie NV als onderdeel van hun corporate responsibility. Danielle Boldewijn is Community Relations Officer bij Staatsolie en is de trekker van dit project. Vanwege onze vakantieschool, die we elk jaar in september doen, hebben we op een gegeven moment jetskis betrokken om te kijken wat ze voor ons kunnen betekenen. En dat is heel iets anders geworden. De vakantieschool is gebleven wat wij ervan gemaakt hebben. Maar we hadden wel zoiets van dat Bromtjidjari concept van jetskis. Leek ons wel iets voor de buurt. Dus hebben we dat opgepakt en georganiseerd en vandaag mogen we starten. In ons, wat we noemen ons werkgebied, zijn er twee lagere scholen, twee geloofscholen. Dat zijn OS Dijkveld en OS Toetlivo. We hebben bewust ervoor gekozen om beide scholen te betrekken, omdat de kinderen uit verschillende buurten komen, namelijk Dijkveld en Toetlivo. We hebben twee dagen gekozen voor Toetlivo en twee voor Dijkveld. En de maandag is de dag van Dijkveld, dus vandaar dat we vandaag hier zijn. Op de maandag en de woensdag zullen de kinderen hier bezig gehouden worden en op de dinsdag en de donderdag op Toetlivo. Dus de lounge is vanzelfsprekend dan ook hier. Stichting Bromtjifutamara is in februari 2019 opgericht als Corporate Social Responsibility Project van Jetskis. Het doel was om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de jeugd van Suriname. Het Bromtjidjari concept is hieruit voortgevloeid. Een Bromtjidjari is een kidsclub waar 40 kinderen één keer per week bij elkaar komen in groepjes van 20 tot 25 kinderen. En we daar met behulp van partners. Partners zijn mensen die iets te bieden hebben aan kinderen. Ze eigenlijk motiveren om tijd door te brengen met die kinderen om ze iets te leren. En het kan van alles zijn. Het kan zijn dat we ze bijvoorbeeld een kijkje geven in hoe een beroep uitgevoerd wordt. Of talentontwikkeling, dans, kunst, cultuur, schilderen, muziek maken. Maar ook informatie. Zoals bijvoorbeeld informatie over autisme, dyslexie. Maar ook basic life skills, etiketten, hoe ga je om met mes en vork en simpele basisdingen. Maar eigenlijk komt het erop neer dat je de jongere jeugd tussen 6 en 12 jaar oud tools wil geven om ze te versterken en te verrijken. De tagline van Bromtjifutamara is ook Raising the Next Generation. Omdat we gewoon geloven dat als je één generatie Surinamers op een positieve manier stimuleert, dat je ze eigenlijk zoveel meer verrijkt en zoveel meer perspectieven geeft over wat zij met hun toekomst kunnen doen. En op jonge leeftijd eigenlijk al hun talent begint te ontdekken. En dan ze ook de gelegenheid geeft om het veel sneller te gaan ontwikkelen tot een bepaalde potentie. De bedoeling is dat we talenten gaan ontdekken en dat is op divers gebied. Staatsolie heeft een historie van het ondersteunen van kinderen die begaafd zijn voor wat betreft hun intelligentie. Ze doen het heel goed op school, ze krijgen ondersteuning van Staatsolie. Maar we zijn ons ervan bewust dat een gemeenschap meer dan knapkoppen nodig heeft, knapkoppen alleen. Dus we zijn op zoek naar ander talent om dat te ondersteunen, om de ontwikkeling daarvan te ondersteunen. Ja, we denken dus aan sport, creativiteit, art, dans is ook art. Dus dat soort dingen. Echt divers. Wat we dan ook
ontdekken. De bedoeling is dat ze niet altijd hier zijn, maar dat ze ook uitgaan naar clubs, naar organisaties die ze kunnen helpen ontdekken, die ze verder kunnen helpen. Sommige kinderen weten misschien al waar ze goed in zijn, maar anderen gaan het hier ontdekken. En dan willen we ze verder brengen, echt in die wereld van hun interesse. De Sonneboom Jari is eigenlijk een adoptie van staatsolie geweest. Ze hebben daarom ook gekozen voor de naam Sonneboom, omdat het resoneert met hun logo, kleur en doelstelling, geel, zwart. En niet alleen maar dat, vonden ze dat alle kinderen een zonnetje in huis waren. Dus ze hebben daarom gekozen voor de naam. Als zo'n bedrijf zo'n Jari adopteert, dan geven zij ons de gelegenheid om het geheel te organiseren. Er zijn er juffen. Elke keer als die kinderen in de club zijn, is er een activiteit. En één keer per maand maken de kinderen ook een uitje ergens naartoe. Om zo op die manier Suriname te leren kennen. Maar ook eigenlijk, zoals ik al eerder zei, hun horizon een beetje te verbreden. En vandaag is de opening van de twee Jaris die staatsolie heeft geadopteerd. Onze eerste Jari was de ringsport Jari, alhoewel de Jari bij het ringsportcentrum, het heet de Faya Lobby Jari. En het ringsportcentrum was zo ingenomen met het idee dat zij hebben aangeboden om de kinderen bij het ringsportcentrum badmintonlessen te geven, geheel gratis. Dus dat wil zeggen, het zijn mensen die inderdaad gelijkgestemd zijn met ons. En dat wil zeggen, initiatieven hoeven niet altijd geld te kosten. Ze kosten tijd en energie van Surinamers die hopelijk tijd kunnen geven aan Surinaamse kinderen. Wat ze dus gedaan hebben, zij zijn binnen hun leden, want het ringsportcentrum is een badmintonhal. Zij zijn gaan vragen wie de kinderen badmintonles wilde geven. Toen zijn er een paar mensen naar voren gestapt. En daar zijn badminton talenten uit ontdekt. En dat is natuurlijk zo'n mooie win-win, want het zijn kinderen waar de mensen bij het ringsportcentrum niet in aanmerking zouden komen. De kinderen die daar nu komen, zouden misschien nooit bij het ringsportcentrum belanden. Dus zo komen die groepen samen. Er zijn 6 talentjes ontdekt en die zijn dus gestimuleerd geworden om naast de Jari ook gewoon badmintonles bij het ringsportcentrum te volgen. En daar is ook een speciale prijs voor aangeboden. Dus niet de hoofdprijs, maar een aangepaste prijs. Dus dat is al direct win-win. Zij komen in aanraking met nieuwe kinderen, nieuw talent. De badmintonsport wordt gepromoot. En kinderen komen in aanraking met een sport die ze misschien daar eerder voor nooit eerder zouden hebben ontdekt. Dus ja, dat is voor ons al een succesverhaal. Er zijn tot nu toe 4 Bromtijaris in Suriname. En de organisatie hoopt dat verder uit te breiden dit jaar. De leeftijdsgroep voor de Bromtijari is 6 tot 12 jaar. En is toegankelijk voor alle kinderen van Dijkveld en Tutlifo. Lezen is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ter bevordering van de Nederlandse taal en de woordenschat van kinderen worden voorleesdagen gehouden op scholen. Onlangs heeft de Sint-Helena School een voorleesdag gehouden met als thema Lezen is meer weten. Esmeralda Blinker geeft het belang van voorlezen aan. Ik denk dat voorleesactiviteiten voor schoolgaande kinderen heel belangrijk zijn. Omdat ik merk, ook in mijn werk, persoonlijk, dat kinderen minder lezen. En ik vind het jammer, want lezen heeft voor mij ook zelf vroeger een hele nieuwe wereld geopend. Weet je merkt het aan hun woordenschat, de manier hoe ze praten. En dat stukje lezen, ze moeten eigenlijk weer kennis maken met het stukje lezen. En ook doorhebben hoe prettig het kan zijn, hoe meer ervaring je opdoet, bepaalde dingen dat je leert, toch? Dus ik denk dat het lezen is ook een manier van hun fantasie een beetje prikkelen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, zeker voor kinderen van de basisschool. Het lezen is meer weten, spreekt een beetje voor zichzelf. Weet je woordenschat wordt verruimd, ze komen in contact met nieuwe woorden en nieuwe culturen ook, leren ze kennen. Dus eigenlijk spreekt het een beetje voor zichzelf. Het voornamelijke doel van voorlezen is, ik denk als ik kijk naar, het lukt me niet elke dag, maar ik probeer af en toe wel voor te lezen voor mijn kinderen. En ik merk dat ze het verhaal een beetje anders ervaren. Als het wordt voorgelezen, eigenlijk ook een beetje voorgedragen wordt, dan wanneer je het zelf leest. Je krijgt eigenlijk de ruimte, of dat kind krijgt de ruimte, om zich een beetje uit te leven in het verhaal. En een beetje te fantaseren eromheen. Dus ik denk dat het voorlezen een beetje prettiger is voor een kind. Ik mis wel een beetje, want ik ben opgegroeid met boeken van Surinaamse schrijvers. Dus dat stukje mis ik wel een beetje. Want dat verhaal dat ik toevallig moest voorlezen ging over een prinses. En
connectie met onze Surinaams cultuur is een beetje minder. Dus ik mis meer Surinaamse boeken. Dus misschien moeten we daarop een beetje gaan focussen. Esperanza, hou je van lezen? Ja, ik hou van lezen. En wat lees je graag? Het Filosofa Cara boek dat ik heb gehad. En wat staat er allemaal in dat boek? Over de natuur en over jezelf, wat je kan leren en heel veel leuke dingen. Wat wil je aan kindertjes zeggen die niet van lezen houden? Lezen is leuk en je leert wat je daarvan kan doen en heel veel leuke dingen doen. Soms kan je ook versjes ervan maken en zinnen. Kinderen houden niet echt van lezen. Het stimuleren van lezen bij kinderen is een taak van de ouders en leerkrachten. Ouders zouden meer tijd moeten besteden aan het bevorderen van lezen bij hun kinderen. Het is eigenlijk een taak van beide. Het begint thuis. Ouders moeten lezen vanaf hun kind eigenlijk baby's zijn, peuters. Alleen dat wanneer ze op de school aankomen, dat het een beetje makkelijker gaat. Met begrijpend lezen bijvoorbeeld. Als ze een verhaaltje krijgen om te lezen of als de klasjuf een verhaal voorleest en vragen stelt, dat ze vlot antwoord daarop kunnen geven. Dus als u het mij vraagt, moet het van huis uit al komen. Je hebt lezen altijd en overal nodig, want als je niet kan lezen, kan je eigenlijk niet functioneren in onze samenleving. Ja, mevrouw, ik hou van lezen. Wat lees je graag? Ik lees wiskundeboeken of robot of Superman boeken of Avengers. En wat vind je zo leuk aan die boeken? Wat leer je uit die boeken? Ik leer nieuwe woordjes. Nieuwe woordjes dat ik uit kan spreken. Nieuwe woordjes dat ik uit kan spreken en dan ga ik zo verder met. Wat wil je aan die kindertjes zeggen die niet van lezen houden? Ik wil aan die kindjes zeggen, lezen is belangrijk. Je kan nieuwe woordjes leren ervan en je kan slimmer worden ervan.